aardlek. En alle aardlussen ook. 3 uur lang de hits knallend uit je speakers. Axel en die Paul Rabbering. Hij is iemand anders. Extra weekend. Vrijdagavond, na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Is het alweer tijd voor Extra Weekend. No one can make you, but you got to dance. No one man can make you, but you got to dance. I said go Wayne and then go down. Go go Wayne and then go down. Go go Wayne and then go down. Go go Wayne and then go down. Down Wayne and then go down. Go go Wayne and then go down. Go go Wayne and then go down. Go go down 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 down. Was it just too far to fall? De long uit zijn lijf zien. Op een hele ontspannen manier uiteraard. Hebben wij hier de bladblazer aangezet in de studio. Omdat het kan. Nee, niet alleen omdat het kan. Omdat we hebben een best aardige cameravrouw, mag gezegd worden. Eva. Eva heeft vandaag een jurkje aan. Ja. En, met een bladerenblauw probeert nu de mensheid om ons heen met mannenmacht dat rokje als een ware Marilyn Monroe omhoog te blazen. Ja, maar dat... What doing when if what doing when if what doing when if fat boy stripping? What doing when if what doing when if what doing when if fat boy stripping? Waterige ontlasting, maar je moet heel nodig naar de wc. Diarree, oftewel het woord, je hebt je eerste. Vooral niet te lachen, want het is leuk. En hij is hier. We hebben een G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. We hebben een gast. In de studio, Peter Jan Rijn. Ik ben ontzettend blij dat ik er ben. Er zijn misschien een aantal mensen die denken, Peter Jan Rindt. Maar de grote meneer Cactus Show, dat was toch wel een ding. Wij werden echt bijgebracht. Mevrouw Stemband, wat heeft u nu geleerd? Ik weet het niet. Ja. En, dat de spelende dingen, vrouw was ze de dan. Spelende de spelende vrouw. Ja. Dan ging ze altijd dood. Ja, ze ging altijd dood. En dan herrees ze weer en dan vertelde ze wat ze geleerd had om voortaan niet meer dood te gaan. Zodat wij die fout niet maakten. Juist. Heel, dus ik ben heel veel. De zebrapad is bij. Ik belde even aan mevrouw Stemman, denk ik. Je kan kinderen niet laten oefenen over de snelweg. Want dan zijn ze dood. Dus daarom moesten we ook altijd dat leuke middel van dood. En dan vliegen we in de lucht. Dood! Dood! Ja, en dan lag ze met voeten, armen en voeten omhoog. Ja. Ja. Precies, valt er dat nu na? Ja, die ligt er op de grond. Wat die nu doet. Maar het is precies mevrouw Stemman nu, hoor. Het is helemaal, ja. Goedenavond, Jean-Paul. Ja. Peter-Jan Rens. Ja. Mag iets uit het raam gooien. Het wordt een, wat is het? Ja, ik zou zeggen een microfoonvoorversterker of een eindregiekastje. Of een voorversterker. Een aardluskast, ik weet het niet mag wat er is. Niet maar je mag hem ook naversterken hoor, wat jij wil. Als jij dat wil. Ja, het wordt een flinke gooien, Peter-Jan. Ja, gooi je vaker dingen uit het raam? Ik gooi regelmatig dingen uit het raam, ja. Okay. Oh, echt? Administratie. Nou, als je er nu bij gaat staan, denk ik dat hij ook heel ver gaat komen. Maar kijk uit, hè. Nee, dat fietsen ding. Jij gaat naar buiten. Nee, kijk uit. Oké. Kijk nou uit. Wacht even. Peter Jan, fietsen ook iets bonuspunten. Ja. En geef niet op, hè. Nee, daar komt. Nee, daar gaan we. Graag, moet je zeggen. Graag, nee. Hij kan. Hij kan. Hij kan. 1, 2... Ja! 3! Ja. Uit het raam! Vis kan er weer in, mensen. Ook dat ruik ik. 3 FM.